In het centrum van Woerden staan relatief weinig winkels leeg. Tenminste als je dat vergelijkt met veel andere plaatsen in ons land. Verantwoordelijk voor het volkrijgen en volhouden van die winkels is Gerard Kremers. We spraken met hem. Het is een prachtige dag vandaag. En de reden dat wij hier zijn is jou ongetwijfeld bekend. Je gaat binnenkort Woerden, althans de functie binnen Woerdense gemeente, verlaten. Dat klopt. 18 december, dan is het mijn laatste dag. En dan heb ik er 7 jaar op zitten. En dan ga ik toch wel met pijn in mijn hart vertrekken. Nou, heb ik begrepen dat jouw functie een hele moeilijke naam heeft. Intermediair retail vastgoed binnenstad Woerden. Oftewel een stadsmakelaar. Zo zou je het kunnen noemen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. En wat houdt die functie nou exact in? De functie houdt in dat ik vanuit mijn functie bedrijven benader om die geïnteresseerd te krijgen om zich te vestigen in de mooie stad Woerden. Dat betekent ook dat jij wat kennis moet hebben van, noem maar, marketinggegevens. Ja, die hebben wij ook. We hebben eigenlijk alles in huis waaruit we kunnen putten. En het frappante is dat we eigenlijk in Woerden alles hebben. En dan met alles hebben wat realiseerbaar is. Kijk, een H&M en een Zara komen niet naar Woerden. Oh nee? Een H&M zou dolgraag willen komen, maar die begint met een pand van 1800 vierkante meter. Aha. En dat oude pand hier van de HEMA op de hoek, wat nu dreigt leeg te gaan staan? Is 400 vierkante meter. Dat is mijn grootste pand. En zijn daar concrete plannen voor? Er zijn complete plannen voor, in die zin dat we met de verhuurder in overleg zijn om te kijken, diegene waarvan wij vinden dat die interessant zou kunnen zijn, of die ook inpasbaar is. Maar is het geen probleem of een factor die meespeelt de hoogte van de huurprijzen? Toen ik dit werk voor het eerst ging doen, ik kom zelf uit de retail, het was eigenlijk mijn eerste verhaaltje eigenlijk van, nou, dit pand kost 1800, dit pand kost 2000 euro huur. En nu komt de huurprijs bij mij helemaal achteraan. Maar bij de ondernemer? Bij de ondernemer ook. Zeg, Gerard, jij heb ik begrepen, in die 7,5 jaar, heb jij de leegstand weten terug te brengen van 12% naar 6%. 3,9%. Inmiddels 3,9%. Ja, ja. Goeiedag zeg. Ja, dat is wel leuk, want nou, toen ik dit gesprek voorbereidde, toen ben ik eens gaan kijken wat in de afgelopen 8 maanden, dus niet de periode, de acht maanden, wat er allemaal is gebeurd. En ik zei, nou, ik ga het opschrijven, want dat kan ik natuurlijk niet onthouden. 15 bewegingen zijn er geweest. 15 bewegingen in 8 maanden. Op een winkelbestand aantal van? Van 130. Zo. Waar sta jij onder een puur zo'n ondernemer? Jij bent zelf ondernemer geweest. Ja. Je hebt ook in de gemeentepolitiek gezeten. Ja. Dus ervaring en benaderingswijze en rekening houden met diverse achtergronden en politieke zaken met name. Heb jij? Ja, ik vind dat een echte ondernemer, die heeft vandaag zijn plan al klaar voor morgen. Die treedt naar buiten, die zorgt dat hij eigenlijk elke dag met iets nieuws komt. Die zorgt dat hij op de moderne media zijn, op Facebook, op Twitter. Echt goed herkenbaar. Maar Gerard, acht jij dat dan ook het antwoord op de internetverkopen? Ja, absoluut. Nou is ook belangrijk, lijkt mij, de samenwerking, afstemmingen tussen de keteneigenaren en de individuele winkeliers. Hoe is dat hier in Woerden? Ik noem het maar even de sfeer onderling. Subliem, subliem. Wat zou jij hen dan nu op het hart willen drukken? Wat ik ze op het hart zou willen drukken is dat ze goed samengaan met de vastgoedeigenaren. De BIS Stadshart en Woerden Marketing, ja, is essentieel en daar zal mijn opvolger altijd heel veel tijd en energie in moeten steken. Gerard Kremers, die inmiddels al 73 is, stopt aan het eind van dit jaar met zijn werkzaamheden.
De hoop is dat die wordt opgevolgd, zodat Woerden goed blijft scoren met een lage leegstand van winkelpanden.